Ja, hele goede avond. Welkom bij deze live uitzending van De Telegraaf. En wat voor een avond is dit? Het is een nu al historische verkiezingsavond. Want ja, ga maar na, hè. Wij staan hier bij PvdA en GroenLinks, maar ook de PVV, de VVD en wellicht zelfs NSC, hoewel die gezakt zijn in de peilingen, maken een kans om de grootste van het land te worden. Het is ongemeen spannend en vanavond doen we natuurlijk de hele avond verslag van op de Telegraaf. Op de site is van alles te vinden, waaronder ook deze live video. Collega Jeroen Holtrop staat bij de PVV, natuurlijk ook in de race om de grootste te worden. We hebben collega's staan bij de VVD en ook bij Nieuw Sociaal Contract. Maar wij zijn hier bij PvdA GroenLinks en hier is het vertrouwen heel erg groot dat ze gaan winnen. Gerard Joling had gezegd, als Frans Timmermans de grootste wordt, ga ik emigreren. Nou, hier werd net al op het podium gezegd, Gerard Joling kan zijn koffers maar vast gaan pakken, want wij worden gewoon de grootste. Nou, of dat gaat gebeuren, jullie gaan het live met ons volgen. Rick is kamerman, mijn trouwe compaan. We gaan heel moeilijk naar beneden lopen, Rick. Want dan gaan we naar collega Peter Winterman van de parlementaire redactie. En nu kunnen wij eens even gaan vragen hoe dit hier allemaal wordt beleefd. Peter. Ja, we zijn live voor de Telegraaf op dit moment. Jij mag bij PvdA GroenLinks zijn. Net als jij, toch? Ja, zeker. Ja. Betekent dat dat jij naar de grootste partij bent gestuurd? Of hoe schatten jullie het allemaal in op die parlementaire redactie? De mensen hier denken dat we bij de grootste partij zijn. Die sfeer is wel een beetje zo. Ik sprak net Atje Kuiken van de PvdA. Die zit al aan het alcoholvrije bier. En zij zegt te hopen, de strategische stemmers, dat die de GroenLinks en PvdA aan een overwinning helpen. Okay. Hebben geholpen, dat is haar verwachting. Maar goed, ja, we weten het niet. Hè. De peilingen van de afgelopen dagen hebben we allemaal gezien. Drie kanshebbers, PVV, VVD en PvdA GroenLinks. Ja. Daar zal het tussen gaan. Jij bent al een tijdje ook parlementair verslaggever, maar het zindert wel, hè? Ja. Neem ons even mee hoe dat is om op de redactie van de Telegraaf mee te maken. Want het is natuurlijk een achtbaan, een politieke achtbaan waarin we zitten. Ja, vaak bij eerdere verkiezingen zagen we toch wel dat er één of twee partijen in de race waren om te winnen. En nu zijn het er eigenlijk vier, hè? Want ook Omtzigt kunnen we nog niet helemaal uitvlakken. Ja, dat geeft zo'n dynamiek en spanning. En niemand weet waar die aan toe is. We hebben ons natuurlijk moeten voorbereiden met verhalen van welke kant gaat het op. En ja, dat het zo spannend is en dat het nog vier kanten op kan gaan, of eigenlijk drie inmiddels, ja, dat is ongekend. Hier op het Westergasterrein in Amsterdam zijn we bij PvdA en GroenLinks. Peter, nog heel even over Frans Timmermans. We hebben hem in de studio ook gehad, hè, op de Telegraaf, ook om die verkiezingskrant te maken. Toen zagen we ook nog wel een beetje een verbeterde Timmermans. Hij lag toen onder vuur vanwege uitspraken over klimaat, dat er eigenlijk 1000 dagen niks was gebeurd. Maar het beeld is wel dat hij de laatste week van de campagne echt op stoom begint te raken. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, kijk, die eerste weken van de campagne kon hij nog best wel fel uit de hoek komen. Dat hij zijn zelfbeheersing een beetje verloor. Bijvoorbeeld met dit voorbeeld wat je nu noemt, maar ook over kernenergie. Kon hij echt een beetje schreeuwerig naar voren komen in debatten. Terwijl de laatste week is hij wat rustiger. Ik hoor dat ook hier van leden van PvdA en GroenLinks. Die zeggen dat hij wat beheerster is geworden en dat dat een betere uitstraling heeft naar kiezers die, ja, die mogelijk op een premier moeten stemmen. En ze hebben liever een premier die alles onder controle heeft dan iemand die uit zijn slof schiet bij tijd en wijle. Oké, Peter, we spreken elkaar later ongetwijfeld nog. Ja, hier bij PvdA en GroenLinks dus enthousiasme. Zeker ook bij de PVV, want die stijgen als een komeet in de peilingen en Jeroen Holtrop die staat in Den Haag. Ja, jongens, wij zijn hier live vanuit Scheveningen bij de uitslagenavond van de PVV. Ik sta naast mijn collega Marijn. Ja, hoe is de sfeer vanavond? Ja, een beetje gek, want wij mogen als journalisten maar op een heel klein beperkt deel van dit café zijn. En de genodigden die zitten hier achter glas. Misschien kunnen we het wel even de deur open doen. Ja, doe ik de deur even voor je open. Kijk, dat zijn de genodigden. Daar mogen we verder nog niet heen. Dus Wouter gaat nu, cameraman Wouter, weer even terug. Daar is gigantisch veel pers verzameld en iedereen wacht eigenlijk op Wilders. Hè? Het is de enige wat we vandaag te zien krijgen is hopelijk Geert Wilders op een gegeven moment daar. Ja. Want, maar het is best bijzonder, want Geert Wilders die is al ongeveer 10 jaar, volgt hij elke verkiezingsavond in de Tweede Kamer. Een beetje verscholen in zijn fractiekamer. Zonder uitslagenavond natuurlijk. Ja, en dan komt hij even naar buiten lopen en dan zegt hij wat. Ja. En toen een paar dagen geleden dacht ze van nou,
dit kan historisch worden. Ja. We moeten toch even iets regelen. Het hebben ze in 3 uur tijd, heeft iemand zijn stamkroeg gebeld hier in Scheveningen, het zeepaardje, volgens mij mocht inmiddels wel zeggen. Ja. En nu zijn we hier zo beland. Juist. Hoe is de beveiliging eigenlijk? Want het is allemaal last minute geregeld wat je zegt. Hoe is de beveiliging? Streng. Ik ben steviger betast dan bij Schiphol bijvoorbeeld. En dat 2 keer al, ja. Juist. En de apparatuur werd net ook, even voor de kijkers thuis, helemaal gecheckt door een hond, et cetera. Er was zelfs een vrij enge hond die ging snuffelen aan van alles. Ja, die ging snuffelen aan van alles. Dat klopt, ja. Heb je enig idee hoe laat Geert Wilders hier arriveert, Marijn? Nou ja, bij goed nieuws, bij een goede exit poll, als hij met kop en schouders wint... Dan komt hij vrij snel. Wordt het spannend, dan kunnen we hier nog wel even zijn. Oftewel in afwachting van de heer Wilders. Even. Ja, en daar zijn we weer bij PvdA en GroenLinks. Als je hier rondloopt, proef je dat er een euforische sfeer heerst en dat ze er heel veel vertrouwen in hebben. Ik kan het hier wel even gaan polsen. We zijn live op dit moment. PvdA en GroenLinks, ja, zeg het maar, hoeveel zetels? 34 op zijn minst. Oh, waar kom je vandaan? Limburg. Oké. Nou kijk, staan ook bekende van Frans Timmermans toevallig, omdat jij uit dezelfde streek komt? Nee, helemaal niet hoor. Nee? Dus, nee. Maar 34 zetels, wat denkt u? 37 op zijn minst. Ja. En kijkt u even anders ook... Anders zet mijn zoon ook erbij, dus daar ga ik voor. En hoe kijken jullie, want het gaat hier dus, het enthousiasme is in elk geval groot, maar bij de PVV... In Den Haag is het enthousiasme ook een groot. Ze zijn natuurlijk heel erg gestegen in de peilingen. Hoe kijkt u daarnaar? Oh ja, ze doen maar iedereen in een ding. En ze hebben gewoon stinkend hun best gedaan. Dus ik sta 100% achter hen. Ja. En we gaan ervoor. Dus, ik zag jou je duim omlaag steken. Waarom? Dat zou dramatisch zijn. Ja, waarom denk je dat? Volgens mij is dat best wel logisch. Je kunt je daar niks bij voorstellen. Ik kan me daar niet heel veel bij voorstellen, nee. Er zijn veel Nederlanders die misschien toch op de PVV stemmen uit onvrede over hoe het op dit moment gaat in het land. Hè. Dat zouden meer dan 1 miljoen kiezers kunnen zijn, veel meer misschien wel. Ja. Ja, wat zegt u dan tegen die kiezers? Ik denk dat PvdA en GroenLinks ik denk dat zij heel goed kunnen verbinden. Dus ik denk dat alleen de PVV voor heel veel, hoe zeg ik dat... Deeltijd, denk ik, dat je bedoelt. Deeltijd zou zorgen. Ja. Daar zullen ze bij de PVV in ieder geval anders over denken. Maar dank voor de uitgebreide uitleg in elk geval. Ja, voor als er af en toe iets misgaat in de verbinding. Het is hier druk, heel druk. Dus we zijn er live bij. Dat is ook alweer mooi. Kan er natuurlijk van alles gebeuren. Hier bij PvdA GroenLinks op het Westergasterrein in Amsterdam. Loop even met Merik. Kijk of we ook even wat prominenten kunnen zien. Want die zullen hier ook wel gaan aankomen. Ik moet zeggen, het is wel gezellig. Het is geen bitterballen en bier. Sfeer zoals je dat bij... Hallo. Hallo. Jij bent, neem ik aan, hier voor PvdA GroenLinks. Dat klopt. Nou, hallo. Ja, ook hoe heet jij? Tijn. Tijn en? Nicola. Hoeveel zetels? Geen idee. Ik hoop op 35. 35? Ja, hoop ik ook. Oké. Okay. Hoe is die campagne geweest? Fantastisch. Ja. Heel leuk eigenlijk. Het was echt veel leuker dan ik had verwacht. Het was mijn eerste campagne dit jaar. Oh, jij hebt er ook aan meegewerkt? Ja, geflyerd. Dus dat vond ik heel leuk. En ik dacht dat het misschien best wel eng zou zijn of dat mensen heel vervelend zouden reageren. Viel heel erg mee. En we schijnen de grootste te zijn met het flyeren. Dus dat was... Oh ja. En als Wilders wint? Dan word ik boos. Dan? Dan word ik boos. Dan word je boos. Hoe uitzicht dat dan? Keihard. Dat ga ik nu niet vertellen. Nee. Nou, succes in elk geval. Ik zeg even tegen onze veelgeprezen samensteller, einddirecteur Dimitri, dat hij me misschien ook even kan appen met wat berichten, omdat de verbinding heel slecht is op dit moment. Ik hem slecht kan horen. Rick, als jij even een rondje draait hier voor de sfeer, doe ik nog even mijn oortje extra goed in. Want kijk maar even om je heen, jongens. Het is hier één grote drukte. Iedereen is super enthousiast en er eigenlijk ook van overtuigd dat PvdA GroenLinks de grootste van het land gaat worden. Terwijl we ook naar de aftellen naar de exit poll die over 11 minuten 18 seconden gaat beginnen. Ja, en dan zullen we uiteindelijk gaan zien, een eerste inschatting gaan krijgen van wie de grootste van het land gaat worden. Ja, weten jullie het? Het is natuurlijk ongemeen spannend op dit moment. Het kan echt alle kanten opgaan. Aan het begin van deze campagne was ik bijvoorbeeld veel bij Pieter Omtzigt, ook toen hij zijn eigen partij aankondigde. Ja, die leek als een komeet de grootste te worden. Maar die is de laatste tijd toch weer wat weggezakt. De VVD gaat vrij steady. Het is ook een opmerkelijke koers van de VVD om eerst de PVV wat meer bij zich te houden als partij. Nu hebben ze er weer wat meer afstand van genomen, nadrukkelijk.
Jezogus zei ook, ik ga niet in een kabinet als Wilders de premier is. Dus die verhoudingen zijn in elk geval weer op scherp gezet. En dan gaan wij ondertussen even kijken of wij hier nog bekenden tegenkomen. Wat nog wel leuk is om heel even tussendoor te zien, is ja, Mark Rutte is nog demissionair premier, maar straks niet meer. Hij ging stemmen in Den Haag en onze Charlotte was daarbij. Heeft u er zin in? Ja, ik vind het altijd mooi. Ja. Hoi, goedemorgen. Maar het blijft natuurlijk razendspannend tot het laatst. Ja, want was het een moeilijke keuze? Nee, voor mij niet. Nee. Ik moet het nog maken, maar ik heb hem al gemaakt. Ja. En hoe kijkt u nu uit, of kijkt u eigenlijk naar de hele verkiezingsstrijd? Ja, die heb ik natuurlijk goed gevolgd, maar laat mij daar niet becommentariëren, want ik ben weg. Maar ik heb natuurlijk met groot interesse gevolgd. Ja hoor, in de prullenbak. Wat is het geworden, meneer Rutte? De nummer 1, Dylan. Ja, met overtuiging. Ja? Ik vind dat ze het ontzettend goed doet. Echt, ja, zoals de Engelsen zeggen, de prime minister in waiting. Hey, en even wat anders, want u bent natuurlijk nu 13 jaar premier. Heeft u zin om premier af te zijn? Nou ja, ik vind het goed dat ik niet op de lijst sta. Ik denk trouwens dat heel veel mensen dat ook goed vinden. Niet dat ze per se hekel aan me hebben, maar na zoveel jaar het een keer het stokje doorgeven is volgens mij heel gezond. Maar het is ook wel raar als je die lijst ziet en jezelf niet. Ik stemde niet op mezelf hoor, ik stemde altijd op de eerste vrouw op de lijst. Maar, en nou, nu was het ook makkelijk, want dat was nu ook de nummer 1. Ja. Maar om niet jezelf, is wel apart ja. Wat is het eerste dat u gaat doen als u uit het torentje bent? Oh, ik denk een beetje vakanties misschien even. Waarheen? En een beetje uitslapen. Ja, we zien het allemaal. Grote steden. Dus, kijk, in mijn werk ga je naar zoveel steden en plekken toe met korte reizen. En dan zie je achter een geblindeerd raampje van een auto die je naar een volgende afspraak rijdt, zie je zo'n stad. Ja. En dan denk je eigenlijk, hier zou ik eens naartoe moeten gaan. Ja. Dus ik heb een heel lijstje mails. Als er straks ruimte is voor wat meer vrije tijd, is er dan straks ook ruimte voor misschien eventuele liefde? Nou ja, zeg. Had u voorstellen? Nou, wie weet, kan u misschien koppelen. Geweldig. Wat leuk. Nou, dit gesprek nam een onverwachte wending, dames en heren. Ja, fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Allemaal stemmen, hè? Niet vergeten. Hoi, hoi. Tot ziens. Ja, dat was Mark Rutte tegen onze collega Charlotte. Nou, benieuwd of hij meer tijd heeft om aan de relatie te gaan. En zo kennen we Mark Rutte. Hè. Altijd goed lachs, altijd vrolijk. Heel ontspannen. Terwijl ja, toen hij afscheid nam, toen hij uiteindelijk zijn afscheid aankondigde in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, waren er wel degelijk emoties bij hem. Zo'n lang tijdperk. Rutte dat nu zijn einde nadert. En er werd toen al meteen gezegd van ja, er komt een nieuwe periode aan met nieuwe kanshebbers. Nieuwe kopstukken die zich in de kaart kunnen gaan spelen. Nou, en dat is gebeurd ook. Maar hier bij PvdA GroenLinks zie je ook nog heel veel bekende partijiconen. Ik zie er één staan, ik weet niet of ik Meili Vos even één vraag mag stellen. We zijn live voor de Telegraaf. Ja, hallo. Wij gaan al heel lang terug, hoor ik nu. Begon hij ook. Ja, ja. Nog steeds zijn we jong. Hè? Zo is het ook. PvdA GroenLinks is samen gegaan nu. Ja, dit is de opmaat naar, wat zegt u, een historische avond? Ja, dit is zeker een historische avond. We hebben sowieso natuurlijk een historisch jaar dat we samen zijn gegaan zonder strubbelingen. Dat het zo goed gaat dat we hier allemaal met z'n allen staan. Dus ja, het is echt historisch, waanzinnig en zenuwslopend. Ja, het is wel in de campagne de laatste week wat meer crescendo gegaan. Hè? Waar denkt u dat dat door komt? Door Frans, maar ook door onze campaigners. Ik heb vaak op straat gestaan. En wat je zag, dat van onderop, dus die PvdA's en GroenLinks, is het eigenlijk zo ontzettend goed met elkaar hadden. En ook op straat, iedereen komt naar je toe en zegt, ja, ik ga op je stemmen. En mijn dochter van 12 zou zeggen, het is de vibe. It's the vibe. Okay. Nou, heeft u bij de PvdA glorietijden meegemaakt, maar ook mindere tijden. Hoe vieren PvdA'ers, of PvdA GroenLinks, dus moet ik zeggen, hoe vieren die feesten en hoe rouwen die? Wat kan ik een beetje verwachten vanavond, Meili Vos? Nou, feest zoals elke Nederlander met veel drank. Behalve als je niet drinkt natuurlijk. En rouwen, ja, dat heb ik natuurlijk ook vaak meegemaakt. Maar het fijne is, met elkaar rouwen is toch minder erg. Maar ik ga ervan uit dat wij vanavond gaan feesten. En dat de PVV van Geert Wilders ook zo hoog staat in de peilingen. Hè? Ik spreek wel wat met wat PvdA GroenLinks'ers. Ja, die zijn er geschrokken van. Er zijn wel heel veel mensen die hij toch aanspreekt. Hoe duidt u dat hij zo hoog staat in de peilingen? Nou, ik duid dat er zijn natuurlijk best wel veel Nederlanders die voelen zich niet gehoord. Hè? Dus die dachten eerst onderdak te vinden bij Pieter Omtzigt. Die hebben onderdak gevonden bij de SP, bij de LPF. Ik denk niet dat ze helemaal alles met Wilders eens zijn. Maar het zijn wel ontevreden mensen. En ik, nou ja, dat is wel een opdracht voor wie er dan ook in het kabinet komt om hen ook te horen.
Blijkbaar is het ook wel moeilijk voor PvdA GroenLinks om die massa dan te bereiken. In het verleden hebben ze natuurlijk in hun eentje, bij wijze van spreken, op 35 zetels volgens mij gestaan. Waarom lukt het dan niet om die mensen te bereiken? Nou ja, er was een tijd toen ik politiek actief werd, Wouter Bossen bereikte. Toen stond hij, mind you, 60 in de zetels en in de peilingen. En dat waren ook die mensen die ontevreden waren geraakt over de LPF, over alles. Dus het heeft wel een tijdje ook aan de PvdA gekleefd. Dus het is een groep die inderdaad lastig te bereiken is, maar waar je het wel als politicus voor doet. Oké, Meili Vos, dank u wel, of je. Hè. Veel plezier vanavond ook, hoe dan ook. En wij gaan even ons klaarmaken voor de exit poll. Want dat is natuurlijk het moment, nou, ik verheug me daar eigenlijk al maanden op, sinds er verkiezingen aankomen. 9 uur is dat moment dat de eerste exit poll naar buiten komt. En dat geeft een beeld van hoe de daadwerkelijke zetelverdeling in Nederland gaat zijn. En dat wordt natuurlijk ongemeen spannend. Dus misschien zeg ik even tegen Rick dat we hier op het podium een plek kunnen vinden om mooi zicht te hebben op de menigte als die exit poll naar buiten komt. Ik laat daardoor heel even mijn cameraman Rick de ruimte geven om te kijken waar hij wil gaan staan. En ondertussen is het vooral mooi om juist nu bij ons te blijven, want waar veel nieuwsorganisaties natuurlijk vanuit studio de eerste berichten doen, zijn wij live bij PvdA GroenLinks. Voor een zaal, nou, er zullen vele honderden misschien mensen hier aanwezig zijn. En hier barst zometeen ofwel een heel luid gejuich los, of je krijgt de oes en de a's als een andere partij de grootste wordt. Hoe dan ook is dat heel interessant om natuurlijk te zien. Dat gaan we om 9 uur meemaken. Natuurlijk, het beeld is bekend. Hè? De partijen worden dan zo afgegaan en die worden vergeleken met de vorige verkiezingen. Nou, wat je natuurlijk ook kan zeggen is dat een aantal partijen fors gaat verliezen. Denk bijvoorbeeld aan het CDA, die geloof ik op een zeteltje of 4 staat in de peilingen. Natuurlijk een partij die mee heeft geregeerd. Net als de ChristenUnie, die ook op een klein verlies staat in de peilingen. D66 was natuurlijk de verrassing bij de vorige verkiezing. Kwamen uit op 24 zetels. Het beloofde nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag. Die hebben een enorme duikvlucht gemaakt in de peilingen. Staan zo op 7, 8 zetels. Maar Rob Jette, de lijsttrekker die het nu moet doen, heeft wel een goede campagne gevoerd, is de mening van veel politieke volgers. Dus die schade zou misschien iets minder kunnen zijn, maar nog steeds zou dat meer dan een halvering vermoedelijk gaan betekenen. Ja, en hier bij de PvdA en GroenLinks zijn de partijen natuurlijk samengegaan in de overtuiging, in de hoop dat ze de grootste zouden gaan worden. Ik was er ook bij toen Artje Kuiken en Jesse Klaver middels een overweldigende meerderheid hadden ze laten, mochten de leden op stemmen wie zij, of zij voor of tegen een verdere samensmelting waren. Nou, een overweldigende meerderheid koos voor die fusie tussen PvdA en GroenLinks in de hoop, de overtuiging dat ze de grootste zouden gaan worden. Ja, dat is nog lang niet zeker, want de PVV staat in sommige peilingen echt op kop op dit moment. In Den Haag wordt daar het feestje gevierd, waar de VVD overigens ook in Den Haag zit. Maar PvdA en GroenLinks doet wel degelijk mee om de grootste van het land te worden. Net als de VVD natuurlijk met Jezus, die Mark Rutte heeft opgevolgd. Het is een zeer enerverende, spannende campagne geweest. Met als uitschieter ook dat SBS-debat, waar het toch wat stekelig werd. Waar felle opmerkingen werden gemaakt, onder andere van Wilders in de richting van Timmermans. Het mag wel een onsje minder. Nou, dat kan bij u wel even gaan duren. Nou, Timmermans zei zelf dat hij zich gepest voelde, vaker heeft gevoeld. Maar goed, hij kon dat op dat moment ook weer leggen. We hebben nog 2 minuten voordat we die exit polls gaan krijgen. En voordat we gaan zien welke partij als grootste voorlopig uit de bus lijkt te gaan komen. Er staat ook bij de foutmarges 1-2 zetels. Nou, hier klinkt een groot gejuich op dit moment, omdat de camera's even op PvdA en GroenLinks gericht zijn. En hou er wel rekening mee dat de exit polls niet een absoluut beeld geven. Er kan nog altijd wel een verschuiving komen. Dat is belangrijk om te weten, maar het beeld is veel helderder, veel concreter dan dat het bij al die peilingen is geweest, die natuurlijk ook best wel uit elkaar liepen. Nou, hier bij PvdA en GroenLinks veel enthousiasme. Ongetwijfeld ook in Enschede, waar Pieter Omtzigt met nieuw sociaal contract bijeenkomt. Als nieuwkomer zouden zij zomaar boven de 20 zetels uit kunnen komen. Natuurlijk een daverend succes sowieso. En als je kijkt naar de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen, daar was de BBB de grootste. Nou, die lijken in de peilingen voor de landelijke verkiezingen toch wel ver te zijn weggezakt. Zometeen live hier het moment van die eerste exit poll. Blijf dan vooral op de site van de Telegraaf kijken, want we hebben ook een analyse meteen
na die exit poll die we opnemen met politiek commentator Wouter de Winter en presentator Wilson Boldewijn. Die zal snel online staan. En natuurlijk ook vanuit alle andere partijen zullen de berichten op de site terecht gaan komen. Op dit moment maak ik een beetje ruimte voor Rick. Dat hij daar mooi klaar kan gaan staan. En dan zullen we gaan meemaken hoe er hier gereageerd gaat worden. Heel spannend. En daar gaan we naar de exit poll. We beginnen met de VVD. Zij waren de vorige Tweede Kamerverkiezingen ruim 2 jaar geleden de grootste. 34 zetels doen nu met een nieuwe lijsttrekker. VVD komt uit op 3. Oeh, dat is een groot verlies. Klinkt hier wel gejuich, maar het is niet zo groot als we hadden gedacht, denk ik. Nu gaan we naar de PVV. Goede afgelopen dagen in de Bijenkamer. En kijkt u eens mee van 17 naar 35 zetels voor de PVV. Een verdubbeling dus voor die partij. Schrijven we op, pakken we ook nog de partij van Pieter Omtzigt. Nieuw sociaal contract, nieuw binnen. Van 0 naar 20 zetels. Maar dat betekent dat we toch okay. En we gaan nu naar Jeroen Holtrop bij de PVV. 35 zetels. Jeroen. Wij zijn hier live vanaf Scheveningen bij Café Het Zeepaardje. Waar de uitslagenavond is van de PVV van Geert Wilders. Die zojuist in de exit poll, de eerste exit poll, dus 35 zetels heeft behaald. Hier achter mij ziet u allemaal pers. En daarachter weer is een zaaltje met allerlei genodigden. En daar is het nu een totaal gekkenhuis, denk ik. Er is behoorlijk veel feestgehuid wat we horen. Misschien kunnen we wat dichterbij komen, Wout. Wij mogen dat zaaltje niet in, voor de duidelijkheid. Maar we kunnen u wel mee laten kijken hier met het feest. Kijk maar even, Wout. Cameraman Wouter richt de camera daar nu op. 35 zetels voor de PVV in de eerste exit poll. En dat levert dit soort beelden op, dit soort taferelen. Dit zijn allemaal genodigden. Dit zijn kandidaten. Daar mogen wij niet bij in dat café. Hier met de pers zijn we eigenlijk op Wilders aan het wachten. Maar je hoort, ook al zitten daar muren et cetera tussen, je hoort het gejuich. En men is uitzinnig op dit moment. 35 zetels voor de PVV in de eerste exit poll. Nogmaals, we zijn hier bij Café Het Zeepaardje in Scheveningen. De uitslagenavond van de PVV en wij zijn samen met de andere Nederlandse pers en ook buitenlandse pers in afwachting van Geert Wilders. Die hier dan denk ik zo meteen een toespraak gaat houden. En ik hoor nu net dat we teruggaan even naar collega Pim Cedé. Ja, en we zijn er weer bij PvdA en GroenLinks. Waar we de laatste partij in de exit poll krijgen. En ja, het is ongekend wat hier gebeurt. Er klonk een voorzichtig gejuich. Bij de 26 zetels. Maar je voelde natuurlijk al dat dat minder was dan gehoopt. Want ze wilden de grootste van het land worden. En met afstand de grootste van het land is de PVV. Nou, Jeroen Holtrop die staat daar. Ik ga heel veel kijken of ik de heer Rozemuller toevallig een vraag mag stellen. We zijn op dit moment live voor de Telegraaf. Ik zit echt even te kijken. Nee. Ik wil nog even kijken. Ja, ik zeg ja. Oké, nou ik geef u ook even de kans. Hopelijk kan ik u zo nog even spreken. Dan lopen wij inmiddels de zaal in. Ja, ik denk dat als PvdA GroenLinks met afstand de grootste wagen worden, dat hij dan wel even had willen reageren. Maar ja, mevrouw Ploemen, mag ik even heel kort een vraag stellen? U bent even, nee, u wil even niks zeggen? Nou ja, op dit moment voor de Telegraaf. Hoe duidt u dit? Nou ja, het is de exit poll. Ik ben ontzettend blij dat de PvdA GroenLinks het geweldig doet. 11 zetels winst. Ja. Maar natuurlijk ook best wel verdrietig dat heel veel mensen hebben gekozen voor een politicus die
heel veel mensen in Nederland uitsluit. Dus een beetje een dubbel gevoel, maar wel heel trots op PvdA GroenLinks. Ja, want het was toch wel de verwachting dat Frans Timmermans in de race zijn om de grootste van het land te worden. Maar het is toch wel een heel groot verschil met de PVV geworden. Ja, nou ja, de laatste dagen, de peilingen waren geloof ik 4 partijen ongeveer hetzelfde, toch? Nou ja, we gaan het zien. Dit is de exit poll. En nogmaals, echt geweldig gedaan van alle PvdA en GroenLinks'ers. Maar zegt dit dan dat de fusie, de samenwerking, u heeft aan het begin daarvan gestaan ook, dat niet is geboren wat u ervan had gehoopt? Nou, ik ben heel erg blij dat die samenwerking nog gekomen is. En kijk eens, 11 zetels winst. En dat is wel echt heel bijzonder. Ik kijk ook eens naar die zaal, al die mensen die campagne hebben gevoerd. Maakt me echt enorm trots. Dus, de progressieve stem die blijft gewoon luid gehoord. Ja, maar er waren ook wel eens tijden dat de PvdA alleen al op 35 zetels zat, bij wijze van spreken. Ja, kijk, ik weet dat je van de geschiedenis houdt. En dat je ook heel graag teruggaat naar heel lang geleden. Maar dat is lang geleden en het is heel goed dat we nu een nieuw begin hebben gemaakt samen met GroenLinks. 11 zetels erbij, echt top gedaan. Dank u wel, mevrouw Ploemen, voor uw tijd op dit moment in elk geval. Ja, hallo, hoe gaat het? Hallo, nee, ik hoef niet te werken. Wat zei u? Oké. Nou, dan gaan we heel even verder kijken. Ja, ik zit heel even. We zijn op dit moment live voor de Telegraaf. Ik hoorde voorzichtig gejuich wel bij die 26 zetels. Maar wat is nu het gevoel wat heerst bij PvdA GroenLinks? Ik denk teleurstelling wel. Dat het 9 zetels hoger is uitgevallen dan de uitslag hier. Denk ik wel, ja. En uiteindelijk PvdA dus echt met afstand de grootste. Hè? Het leek een nek-aan-nek race te worden. Niet verwacht, denk ik. Zeker niet verwacht. Nee, totaal niet. Ik dacht dat het veel spannender zou zijn dan dit. Maar ook al is het helemaal uitgeteld, dan blijft het verschil enorm, denk ik. Ja, even tijd om te verwerken natuurlijk. Maar het is te vroeg om te zeggen waar dan misschien het niet is gelukt. Of waarin het wel is gelukt. Heb je daar al een gevoel bij? Daar ben ik niet de persoon voor om dat te analyseren. Geen idee. Nee. Oké, nou dankjewel in elk geval voor je reactie. Blijf vooral bij ons bij deze live-uitzending van De Telegraaf. Ik kan hier heel eventjes, ja, er wordt hier druk overleg tussen mevrouw Kuiken en mevrouw Hamer, twee prominenten van de PvdA. Ik loop er nog heel even omheen. Ik weet niet of ik, zou ik u al nu een korte vraag mogen stellen? We zijn live voor de Telegraaf. Oh, oké. Ja, de heer Rozemuller die wil niks zeggen. Dat zegt misschien ook al wat over het sentiment nu. Mevrouw Kuiken, mag ik u, zou ik... Wacht even op Jesse, vind je dat goed? Ja, dat is prima, maar oké. Ja, we wachten even. Oké, er zijn hier, nou je merkt het al, toch wel teleurgestelde geluiden. Die zullen niet zo zijn bij de PVV waar Jeroen Holt op staat. Ik ben heel benieuwd, maar ik weet het wel, het zal daar één groot feest zijn. Jeroen. Jongens, wij zijn in Scheveningen bij Café Het Zeepaardje. En hier is de uitslagenavond van de PVV. En het is één groot feest na de eerste exit poll. 35 zetels voor de PVV. Cameraman Wouter loopt even met me mee, want daar komt elk moment het refrein van het nummer Liberta, geloof ik. En dan gaat iedereen los. Tenminste, dat was net zo. Daar ziet u allerlei genodigden. En volgens mij, Martin Bosma, die er bovenuit steekt en feest aan het vieren is. Ja, het laat zich raden. De sfeer hier is opperbest. De pers is gescheiden van de genodigden vooralsnog. Dit is een cafeetje waar wij niet bij kunnen komen. Maar het is duidelijk dat iedereen hier in een uitzinnige stemming is. Voor de duidelijkheid, gigantische overwinning lijkt het te worden voor de PVV. 35 zetels. Het grootste aantal zetels dat de PVV ooit behaalde, dat was in 2010. En dat kwam niet hierbij in de buurt. Dat waren de 24. Dus dit is een behoorlijke overwinning voor de PVV. Hier is nu iedereen in afwachting uiteraard van Geert Wilders. Ik zie mensen van de organisatie ook druk bellen. Wie weet is dat om even te plannen wanneer de toespraak plaatsvindt. Dat weet ik niet. We komen denk ik bij u terug als Wilders hier aankomt en gaat spreken. Ja, en we zijn hier weer bij PvdA GroenLinks. Waar een voorzichtige gejuich klonk toen ze op 26 zetels uitkwamen. Maar nu is er toch een teleurstelling voelbaar. Je merkt dat Rozemuller bijvoorbeeld en Artje Kuiken, prominenten van GroenLinks en PvdA, even niet met ons willen praten. Laten we even doorlopen nog naar... Ja, ik wil niet heel vervelend zijn.
Maar wat zei u nou ook alweer? 37 toch? Ik ben heel vervelend. Ik voel me heel ongemakkelijk. Ja, ja. Ja, het, nou ja. Ik ben geen cameramens. Nee, maar goed. Ik kan niet. Nee. Ja, dat is echt, dramatisch. Wow, dat had ik echt niet verwacht. En ja. Ongelooflijk, hè? Ik moet zeggen. Helemaal teneergeslagen. Ja, ik vind het wel best wel chockerend, om eerlijk te zijn. Ja, dat Nederland zo voor de PVV zo groot laat worden. Fijn dat je even je reactie wilde geven, dat waardeer ik zeer. Laten wij dan even doorlopen hier. Hallo, mag je heel wat vragen? Ja, kan wel even. Ik hoorde een beetje gejuich bij die 26, maar dan voel je eigenlijk al van die zetels, die hangen nog een beetje in de lucht. Hè? Dan denk je van wie gaat nou uiteindelijk de grootste worden? En dan 35 voor de PVV. Wat voel je op dat moment? Ja, toch wel een beetje teleurgesteld eigenlijk. Omdat we beide partijen heel erg hebben samengewerkt. Hè, met GroenLinks, PvdA nu samen. Om echt een mooi sociaal-democratisch land. Echt een linkse beweging te bewerkstelligen. Maar ja, dus dat is wel heel teleurstellend eigenlijk. Nederland lijkt rechtsaf te gaan, hè? Ja, dat klopt. Maar Nederland is altijd een beetje rechts geweest. Totdat we zo diep in de put zitten dat wij het moeten gaan opruimen. Dus de volgende keer, denk ik dan. Ja, laten we daar in ieder geval naar uitkijken, naar die volgende verkiezingen. Hoe lang dat gaat duren, dat is natuurlijk nog de vraag. Dank dat jullie even wilden reageren, dat waarderen we. We zijn live hier bij PvdA en GroenLinks. Hier is een beetje ruimte. Was wel opvallend. Ik probeerde net even te praten met Rozemuller. Natuurlijk een icoon, zou je kunnen zeggen, van GroenLinks. Had geen behoefte om te reageren. En hetzelfde gold voor Artje Kuiken. Die hier zat te praten. Misschien dat ik Haptema de Hoop even een vraag zei. Haptema, heb je even 1 seconde? Zou ik toch... Nee, want we zijn live voor de Telegraaf. Dus oké. Nou ja, hier worden niet echt heel enthousiaste reacties gegeven. We gaan nu weer naar Jeroen bij de PVV. Ja, jongens, wij zijn hier live vanuit Scheveningen bij Café Het Zeepaardje, waar de uitslagenavond plaatsvindt van Geert Wilders van de PVV. Hier achter mij, daar kunnen wij als pers niet echt bij komen tot nu toe. Daar zijn alle genodigden en daar is het een gigantisch feest. Natuurlijk, na de eerste exit poll, 35 zetels voor de PVV. Het lijkt een behoorlijke overwinning te worden voor de partij van Geert Wilders. Misschien kunnen we het even in beeld brengen. Dit zijn de genodigden en die vielen elkaar net allemaal in de armen. Er wordt behoorlijk gefeest. En ik zie de heer Bosma vaak het voortouw nemen. Ik weet niet of dat nu in beeld is, maar Martin Bosma is aardig feest aan het vieren. Ja, daar zie je hem. Daar zie je hem met dat bier in zijn hand. Wij zijn hier, jongens, bij Café Het Zeepaardje in Scheveningen. Cameraman Wouter draait op dit moment de uitslagenavond van de PVV. Dat draait hij door glas, want hierachter, ja, in dit café, daar zijn alle genodigde kandidaten en alle medewerkers van de PVV. Iedereen hier is in afwachting van Geert Wilders natuurlijk. Die kan hier elk moment aankomen en zal dan een toespraak houden. En dat is een overwinningsspeech. We kunnen er niet omheen, hè. 35 zetels voor de PVV in de eerste exit poll. Dit is Café Het Zeepaardje en u kijkt naar live beeld van hoe het er hier nu aan toe gaat.
Ja, jongens, u zit naar live beeld te kijken vanuit Café Het Zeepaardje in Scheveningen, waar de uitslagenavond van de PVV plaatsvindt. En het is hier feest, natuurlijk. Na de eerste exit poll, 35 zetels voor de PVV. Wij zijn in afwachting van Geert Wilders, die gaat hier zo meteen spreken. Maar we gaan nu geloof ik eerst nog even naar PvdA GroenLinks. Tot zometeen. Ja, en daar zijn we weer bij PvdA GroenLinks. Nou ja, kijk, hier is het podium waar straks Frans Timmermans zijn speech zou gaan geven. Ja, een overwinningsspeech zal het denk ik toch niet helemaal worden. Ja, als je uiteindelijk het zo bij elkaar optelt, de twee partijen en de fusie, komen ze op 25, 26 zetels uit. Maar hier zien we het staan, hè? PVV met 35 zetels, de grootste partij. Veruit de grootste. En dat betekent toch een politieke aardverschuiving. Een historische uitslag. Dylan Jezielkus zei bijvoorbeeld al, ja, ik wil niet onder premier Wilders in het kabinet zitten. Ja, hoe gaat dat dan lopen? Dat is natuurlijk de grote vraag. De NSC komt, zoals ik dat heb gezien, uit op zo'n zetel of 20. Nou ja, dat wordt allemaal, blijf vooral bij ons deze avond live, want dat wordt allemaal duidelijk ook met de analyse van Wouter de Winter. Dus we hebben nog heel veel te vertellen in deze live-uitzending. En het leuke is dat wij bij de partijen zijn en daar alles vertellen. Ja, ik zie nog wel, ja, hoe drink jij dit biertje? Ja. In euforie? Nee, niet echt blij, nee. Nee? Nee. Uiteindelijk was Timmermans leek het bezig aan een goede week, hè? Veel enthousiasme rondom zijn campagne. Hier zat de sfeer er ook goed in. Ja, wat is dan denk je uiteindelijk de reden dat Nederland toch niet zo massaal op dit linkse blok heeft gestemd? Ja, er zijn denk ik gewoon, gewoon een heel hoop mensen met Nederland die er verkeerde analyses maken. Die denken dat de problemen in dit land door migranten komen. Wat natuurlijk niet zo is. Ja, I don't know, man. Nee. Ik ben echt een beetje in shock om heel erg te zijn. Ik kan er moeilijk een goede analyse over geven. Ik ben extreem teleurgesteld. Ik snap er helemaal niks van. Ben jij oorspronkelijk van PvdA GroenLinks of ben je bij de fusie erbij gekomen? Ik ben bij de fusie erbij gekomen, inderdaad. Toen de VVD uit het kabinet stapte, echt op een extreem cynische manier, hè, door puur op iets heel kleins met migratie. En toen dacht ik, ja, dit is zo cynische politiek, zulke slechte politiek. Ik dacht, toen ging PvdA GroenLinks samen de verkiezingen in, dacht ik, nou ja, hier wil ik aan bijdragen. Ik was heel hoopvol. En dan zie je gewoon dat een VVD gewoon doorgaat met die holle campagnes. Niks, geen oplossing aandragen, alleen maar vorm. Jezielkus die alles bij elkaar ligt. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd dat Jezielkus heeft natuurlijk de PVV niet uitgesloten. Heeft niet gezegd, wij willen daar niet mee samenwerken. Uiteindelijk heeft ze kort voor de verkiezingen wel meer afstand genomen. Maar denk jij dat dat ook een reden is dat de PVV zo groot is geworden? Ja, dat zou mede een reden kunnen zijn. En ook dat Jezielkus natuurlijk, hoe zeg je dat? Migratie het grootste thema ook heeft gemaakt, hè, binnen haar campagne. Ze had eigenlijk niet veel anders te melden dan dat. Eigenlijk had ze sowieso niks te melden. Hoe gaat die avond er nu uitzien? Is het wonderlijk en hoop op snel nieuwe verkiezingen dan maar? Hè? Nou, je ziet wat ik aan het doen ben. Gewoon al extreem aan het haten op VVD en PVV. Ja. Dat is natuurlijk niet de oplossing, maar ik ben gewoon teleurgesteld. Nou, maar nog even één vraag, hè? Want Timmermans heeft het uiteindelijk gedaan, vol overtuigingen natuurlijk. Maar denk je dat het beter was geweest om voor Marlijn Moorman te hebben of misschien Jesse Klaver? Nee, man, nee. Ik vind dat hij het goed gedaan heeft. Kijk, hij had wat mij betreft wel wat feller mogen zijn. Ik ga je even afronden, want we zijn ook live bij de PVV. Oh. Dus ja, daar moeten we ook zijn in ieder geval. Dus blijf nog heel even bij ons. Jeroen Holtrop die staat nu bij de PVV. Ja, blijf de hele avond bij ons, zou ik willen gaan zeggen. Deze jongen was in elk geval heel openhartig. En daar kregen we wel een reactie van, in tegenstelling tot wat prominente politie. En we gaan nu weer naar Jeroen in Den Haag bij de PVV. Ja, jongens, wij zijn hier bij Café Het Zeepaardje in Scheveningen, waar We Are The Champions door de speakers schalt. Ja, de PVV, 35 zetels in de eerste exit poll. En dit is nou ja, het plekje, het podiumpje waar zometeen Geert Wilders een toespraak gaat doen. Tot nu toe hebben we alleen maar daar in het café, dat is, nou, kan Wouter de camera misschien even heen draait, café daar gedraaid. Daar zijn alle genodigden, die zijn hier niet. Wij staan hier bij alle pers, maar we zijn in afwachting van uiteraard
Geert Wilders. Misschien kunnen we de plek nog even laten zien. Daar gaat hij zo meteen een toespraak houden. Ik begreep net dat het geen uren meer gaat duren. Maar dat het ook geen kwestie van minuten is. Dus dat u nog eventjes zal moeten wachten. Maar het is hier een en al feest. En nogmaals, we are the champions. Hier door de speakers. Dat is daar in het zaaltje waar genodigden aan het vieren zijn. Daar lopen we nog even heen. Dat u daar een blik op kan werpen. Moeten we wel door glas filmen, want wij mogen er niet bij. We doen ons best. Dit is op dit moment de uitslagenavond van de PVV. En hier... Ja, u ziet het nu niet, maar heerste net een behoorlijke juichstemming. Men is in ieder geval blij. En ik heb met name Martin Bosma behoorlijk feest zien vieren al. Want nogmaals 35 zetels voor de PVV. Dat is een gigantische overwinning natuurlijk. Volgens mij gaan wij nu terug naar Pim, naar PvdA GroenLinks. Ja, en we zijn weer bij PvdA en GroenLinks. Laten we even hier kijken. Ja. Sorry. Nee, even niet. Ja, ik zie daar een aanhanger van PvdA en GroenLinks in tranen. Die wil even niet reageren. Nou, dat respecteren we dan van een afstandje. We zullen daar zo nog wel even gaan kijken hoe het daar is. Ik kan misschien hier nog wel even informeren. Ja, mama Hannes, mag je heel wat vragen? Nee, ik maar niemand wil reageren. Nee, maar nu even nog niet. Ik beloof je wel met de reactie te komen. Ja, echt. Okay, Geef me dan ook even. Ja. Dat is het enige wat ik vraag. Is het zo hard gevallen? Ja, het is even binnenkomen natuurlijk. Ja. Natuurlijk blij dat we zetels hebben gewonnen. Maar Okay. Het is wel een bijzondere uitslag waar ik nog even het op een rijtje moet plaatsen. Okay. Even op een rijtje. Ja, zeker. Ja. Dat is Moman, is Kamerlid van PvdA GroenLinks. Zou ik jij even een vraag mogen stellen? Ja, ook niet. Ja, het wordt wel een beetje lastig om reacties te kijken. Maar blijf vooral bij ons. Want... Er zullen uiteindelijk wel. Mag ik jou toevallig wat vragen? Ik zie veel teleurgestelde gezichten. Het is natuurlijk wel een verkiezingsoverwinning geboekt, zou je kunnen zeggen, met 26 zetels. Zeker. Maar, hoe sta jij hier? Ja, wij hebben natuurlijk wel een verkiezingsoverwinning geboekt. Maar wij hebben leden, wij hebben stemmers die juist bezig zijn met heel Nederland. En daarmee is het ook zo dat wij enorm teleurgesteld raken op een overwinning van de PVV. Ook al is het een verkiezingsoverwinning voor ons. En wat wij denk allemaal voelen is angst. En niet angst omdat wij denken dat mensen expres het land kapot maken. Want ik denk dat iedereen bezig is met het land beter maken. Maar dat een partij de grootste is die juist bepaalde mensen tegenover elkaar zet. En dat de realisatie denk ik die de meeste mensen hier hebben is dat iedereen een eigen pad heeft in het leven. Maar dat jij eigenlijk juist niet de limiet moet zijn voor de paden van andere mensen. En een partij zoals de PVV heeft steeds bewezen onder het bewind van 2010 bij Rutte 1. En eigenlijk elke inbreng in de Kamer dat zij een partij zijn die de paden van heel veel Nederlanders wel willen limiteren. Het geeft ook aan dat er veel zorgen zijn, hè, in het land. En dat mensen toch over die bestaanszekerheid waar het natuurlijk over is gegaan. Misschien over onrust in de buurt waarin ze wonen. En dat ze dan uiteindelijk zich het meest thuis voelen dus in de grote getalen bij een partij als de PVV. Wat zegt dat dan over de... PvdA GroenLinks in de campagne, want ergens is dat haakje dan, is dat toch niet echt geland dan? Ja, in mijn eigen gesprekken met mensen om mij heen, is het zo dat de mensen die op de PVV stemmen niet per se tegen de PvdA GroenLinks zijn om het beleid dat PvdA GroenLinks heeft uitgevoerd, omdat wij niet hebben bestuurd eigenlijk. Maar juist een afkeer hebben tegen PvdA GroenLinks omdat wij links zijn. Er is een idee dat er een links- en rechts Nederland is. Terwijl Nederland eigenlijk één geheel is dat we het allemaal samen met elkaar moeten doen. Tuurlijk, er zijn buurten waarin dingen verkeerd gaan. En buurten waarin mensen zich thuis niet thuis voelen. Maar dat geldt ook voor de andere kant. Mensen die in een buurt wonen waarin ze juist zelf ook niet thuis voelen. Waar de andere mensen ook gebruik van maken om ook niet thuis te kunnen voelen. Ben je al politiek actief? Nee. Nou, ik zou het maar worden, want het is een overtuigende reden die je houdt. Succes in elk geval. En wat is je naam? Aller. Okay, dankjewel voor je reactie. Okay. Nou, zo krijg je de beste politieke analyses van de jongeren hier. Want het is toch wel opvallend dat veel prominente PvdA GroenLinks er echt voor kiezen om niet te reageren. Moma Handis, een Kamerlid wat toch altijd wel het woord wil voeren, kiest ervoor om het even te laten bezinken, zoals hij zegt. Nou, de bar is open. Dat kan in elk geval troost bieden. Want zo zie je dat een partij die toch groeit, zij het gezamenlijk... zeer teleurgesteld is, want ik denk dat ze hier stiekem wel hadden verwacht en gehoopt dat ze de grootste van het land zou worden. Ik zie hier een hele diepe knuffel.
Oh, ik wilde eigenlijk even een vraag stellen, maar dan laten we dat even gaan. Ja, er wordt hier toch wel, er is toch wel een beetje een teleurgestelde stemming, merk je heel sterk. Nadat het politieke landschap toch volledig op zijn kop is gezet. We hebben het bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen gehad, waar de BBB zo ontzettend goed scoorde. En nu zie je dat de PVV met 35 zetels veruit de grootste van het land dreigt worden. Mag ik je heel even kort een vraag stellen? Is er nou, ja, er was een voorzichtig gejuich natuurlijk, omdat er een groei zit. Maar ook wel denk ik een teleurstelling hier bij PvdA en GroenLinks. We zijn net binnen, maar we moeten heel hard huilen nu. Ja? Ja. Wel, ja. We gaan even eerst een biertje drinken. Ja, ja. Ja. Het is heel verdrietig voor Nederland dit, ja. Ja. Ga maar aan het bier dan, zou ik zeggen. Ja. Maar jij bent van de Telegraaf, dus jij bent vast heel blij. Nou, ik ben gewoon journalist. Oh, okay. Ja, zeker. Maar gefeliciteerd dan. Ja, dank u wel namens de PVV in elk geval. Nou ja, zo krijg je hier in ieder geval opvallende uitspraken. Ik word er zelf een beetje stil van. Mag ik jou nog even een vraag stellen? Oh, nee, oké. Okay. Nou, lopen wij nog heel even door. Ja, u staat hier met een hele enthousiaste PvdA. Ik wil iedereen op foto. Wat zei u? Ik wil iedereen op foto. Maar wil er niemand meer op de foto? Jawel, maar toch zijn ze wel gedachtegoed aan het delen met elkaar. Ja, maar misschien zou dit een beetje kunnen helpen. Nou, ja, nou dat kunnen we doen. Maar ik kan wel kijken, want hier heeft u dus hele leuke versierseltjes die je dan op kunt doen om op de foto te gaan. Het zou natuurlijk wel leuk zijn om de stemming er een beetje in te krijgen weer hier. Het Frans Formatorhuis, ja. Ja, er is nog weinig enthousiasme voor in elk geval. Nee, wij gaan gewoon door. Wat zei u? Wij gaan gewoon door. U gaat gewoon door. Want bent u ook van PvdA of bent u gewoon aan het werk? 50-50 en aan het werk. Oké. Okay. Ja. Je moet wel een beetje omzet draaien natuurlijk. Ja, ik ga mijn best doen. Okay. Misschien nu. Kom jullie allemaal. Wil er iemand hier nog gezellig? Nee. Jij ook niet? Nee? Oh. Nou ja, succes. Oké, dank u. Teleurgesteld wel dat de PVV zo ver uit de grootste is en PvdA GroenLinks op 26 uitkomt. We gaan ons best doen. We gaan echt ons best doen. Okay. Nou, zet mij dan nog even zo. Zal ik zelf even op de foto gaan dan? Ja. Oké. Okay. Ja, we moeten toch. Ja. Komt u erbij? Maar, oh ja. Nou, dat is toch leuk dan, hè? Heeft in ieder geval een beetje wat te doen. Ik kom zo bij je terug en als ik wat moet afrekenen, dan hoor ik het natuurlijk. Hè? Dus, oh, dat hoeft niet zelfs. Oké, dat is hartstikke goed. Hallo. Gaan jullie er ook nog even op? Ja, hoe is de stemming? Nou ja, ik zag zelfs mensen huilen. Nee, ik ben heel positief, want we komen eigenlijk vanuit best ver. We zijn een nieuwe groep die samen is. Dus ik ben super positief. Ik ben hartstikke trots op dat de partij zoveel zetels heeft kunnen halen. En zo kijk ik erna. Maar het leek toch dat PvdA GroenLinks wel de grootste zou kunnen worden als je naar de peilingen kijkt. Wat is dan de reden, denk je, dat er zo'n groot verschil zit met de PVV van Wilders? Ik denk dat het de peilingen zijn. Ik ben zelf meer voor dat peilingen wat iets eerder stoppen voor de verkiezingen. Zodat mensen de keuze maken op basis van of ideologie of ideeën die ze zelf hebben. Dankjewel in ieder geval en sterkte met de foto. Nou, ik zie hem zo wel, denk ik. Hè. Of is hij ergens al uitgerold? Ah. Oh ja, nou hij is. De bovenste is goed gelukt. Laten we het daar maar op houden. Dankjewel in ieder geval. Dan kan ik even melden dat wij over een minuutje of 10 weer naar Wilders gaan. Want dan hebben we een reactie van Geert Wilders. Wat je vaak natuurlijk ziet is dat de partijleiders laat komen. Omdat ze toch willen afwachten tot er wat meer duidelijkheid is over wie de grootste wordt. Maar nu is het zo evident dat de PVV veruit de grootste van het land wordt met 35 zetels volgens de peilingen. Dat de collega Jeroen Holtrop van de Telegraaf op vrij korte termijn met Wilders kan spreken. Gaan wij nog even verder kijken hier ondertussen bij PvdA GroenLinks. Waar de stemming toch teneergeslagen is. En ik denk dat het een combinatie is van het feit dat PvdA GroenLinks niet de verkiezingsoverwinning... de grote verkiezingsoverwinning heeft geboekt waar ze toch stiekem op hadden gehoopt. Maar er is ook vooral toch hier wel veel zorg over het feit dat de PVV, natuurlijk een partij waar PvdA GroenLinks nooit mee zal willen samenwerken in een regering,
zo veruit de grootste is geworden. Dat belooft natuurlijk ook ontzettend interessante politieke tijd. Want Jesse Hilgers namens de VVD had gezegd, ja, ik ga niet onder de PVV in een kabinet zitten met premier Wilders. Nieuw Sociaal Contract heeft ook gezegd dat ze niet met Geert Wilders samen willen werken vanwege ondemocratische standpunten over onder andere de islam. Hè. Dan gaat het over moskeeën en de Koran die zouden willen verbieden. Maar die standpunten heeft Wilders natuurlijk de afgelopen tijd wat meer in de ijskast geplaatst. Nou, dat heeft er zeker geen windeieren gelegd, want hij is dus tot recordhoogte voor hem gestegen. Rutte 1 zat hij natuurlijk even. Hallo, hoi. Henry. Pardon, waarom zeg jij dit? Nou, omdat wij allemaal Henry Bontebal vanavond om te kijken of het CDA groter zou worden dan de BBB. Dat is niet Help me even. Jullie zijn van? GroenLinks. Ja, maar jullie juichen voor Henry Bontebal. Fantastische man. Bontebal. Jammer dat CDA er is, maar verder sympathiek gast. Daar moet je ook wel mee eens zijn. Maar je bent wel van PvdA GroenLinks. Ja, ik heb ook gewoon GroenLinks PvdA gestemd hoor. Maar Bontebal, best sympathiek gast. Ja. Maar ik vind het wel fijn dat jullie zo vrolijk zijn, maar er is geen teleurstelling. Ken jij de term coping mechanism? Ja. Ja, dat is dit. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon puur iets afschuiven, zeg maar je hele aandacht verplaatsen naar iets anders om zelf niet te huilen. Maar hoe heet je? Hoe heet ik? Ja. Ik heet Jens. Jens, morgen word je wel wakker. Ja. Hoe lang wil je die coping volhouden dan? Als ik ga slapen. Ja. Dat weet ik nog niet. Maar die coping kun je niet je hele volgende periode volgenhouden. Ik ga Henry Bontebal posters op mijn kamer ophangen. Ik ga me inschrijven voor de nieuwsbrief van het CDA. Er zit echt maar één ding op. En dat is volledig in de Bontebaltunnel duiken. Okay, nou, Jens, hartstikke veel sterkte daarbij. Ik zoek even contact met mijn eindredacteur Dimitri. En want we gaan natuurlijk zo meteen schakelen naar Jeroen. En dat gaan we nu doen. Dus Jeroen, zet hem op daar. 35 zetels voor de PVV. Gigantische overwinning voor de PVV van Geert Wilders. En wij zijn hier in een café, Café Het Zeepaardje in Scheveningen, in afwachting van de heer Wilders, die hier zo meteen zijn toch wel overwinningstoespraak zal houden. U kijkt naar beeld van genodigden, kandidaten. Ook zij zijn in afwachting van Geert Wilders. Wij van de pers, er wordt ons echt wel uitdrukkelijk verzocht om hier te blijven. De veiligheidsmaatregelen zijn behoorlijk. Dat leidt ertoe dat u af en toe Martin Bosma door het beeld zal zien lopen, maar we kunnen hem echt geen vragen stellen, we komen er niet bij. We zijn in afwachting van Geert Wilders. En ik heb het idee dat hij hier echt elk moment aan kan komen en dat zijn overwinningstoespraak gehouden zal worden. Vrienden. Ben ik te verstaan?
35 zetels. De grootste partij van Nederland. En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. En die Nederlander heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. Dat mensen weer meer geld in hun portemonnee krijgen dan dat we tientallen miljarden aan onzin uitgaven doen. Dat die veiligheid in Nederland weer op orde komt. Dat die zorg weer op orde komt. En welke partij kan dat nu het beste voor elkaar krijgen? Ik zou iedereen in Nederland ontzettend willen bedanken voor de steun. 35 zetels is een enorm compliment, maar ook een enorme verantwoordelijkheid voor ons, voor iedere PVV'er. Want de hoop van al die mensen, en dat zijn, wat is het, 2 miljoen mensen die vandaag op de PV hebben gestemd, zullen wij ons best voor moeten doen om dat te gaan waarmaken. En dat gaan wij ook doen. Wij gaan op een serie dat die hoop van die mensen ook wordt waargemaakt. En ik doe een oproep aan de andere partijen. Tot nu toe hadden wij een campagne. Nu is de campagne voorbij en heeft de kiezer gesproken. En nu zullen wij ook moeten zoeken met elkaar naar overeenkomsten. Zullen we met elkaar moeten samenwerken. En de PVV wil vanuit een prachtige positie met 35 zetels, waar je echt totaal niet meer te negeren bent voor welke partij dan ook, samenwerken met andere partijen. En dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dat we met oplossingen zullen moeten komen die inderdaad binnen de kaders van de wet en de grondwet, maar die wel ervoor zorgen dat die hoop van die Nederlander die vandaag voor de agenda van hoop heeft gekozen, die Nederlander, dat die weer op één komt te staan. En ik weet niet of dat allemaal gaat lukken, maar aan ons zal het niet lukken, want wij willen meedoen en wij willen besturen. En met 35 zetels gaan wij ook besturen. De PVV zal dat gaan doen. En beste mensen, sta mij ook toe dat ik een aantal mensen bedank voor dit prachtige resultaat. In eerste instantie natuurlijk al die PVV-kiezers in Nederland, hartstikke bedankt. Als tweede onze eigen fractie, al die geweldige fractieleden, we verdubbelen dadelijk, we hebben dadelijk 35 fractieleden, maar iedereen en ook al die medewerkers die in de campagne hebben meegewerkt, hartstikke bedankt. En misschien een speciaal woord voor onze campagneleider die vandaag ook jarig is, Edgar Mulder. Waar is Edgar? Waar is Edgar? Na al die jaren als Kamerlid en leider van de PVV, dat ik ook een kort woord van dank en eerbied uitspreek naar degene die er de afgelopen jaren altijd eigenlijk ook thuis voor mij was. In moeilijke omstandigheden die met bedreigingen, met verhuizingen, met weet ik wat dan ook, altijd voor mij er was. En ook ervoor heeft gezorgd dat ik de prestatie kon leveren die ik heb geleverd. En dat is mijn vrouw Christina. Een applaus voor haar. Vrienden, we gaan vandaag en vanavond hier een feestje bouwen. Dat hebben we wel verdiend. Maar morgen gaan we keihard, maar dan ook keihard, dag en nacht werken
om die hoop voor die Nederlander die weer op één wil komen te staan waar te maken. Nederland, bedankt! Jongens, jullie kijken naar de uitslagenavond hier van de PVV, waar Geert Wilders net heeft gesproken. Uitgelaten stemming natuurlijk, een gigantische verkiezingsoverwinning voor de PVV, voor Geert Wilders. Die we ook zo hopen te spreken. Ja, daar zijn we weer. Kijk even mee naar de exit poll meteen op deze live-uitzending van de Telegraaf. Zij hadden er net 23 en krijgen er toch één zetel bij. Dat maakt dan 24. En dat betekent dat er ergens eentje afgaat. Nou, die gaat er af bij het GroenLinks-PvdA. Tenminste, dan leveren er weer één in van 26 naar 25 zetels. Pieter Omtzigt, hij blijft op 20 zetels. We gaan hem gewoon nog even via het rijtje invullen, want er is nog één verschuiving. D66, zij houden er 10, dat was ruim een half uur geleden net zo. Het CDA. Hier zien we Artje Kuiken van PvdA, die natuurlijk de samenwerking met Jesse Klaver van GroenLinks is aangegaan. En nu dus een zetel minder in de laatste exit poll. Grote teleurstelling is dat. En terwijl hier de teleurstelling groot is van Artje Kuiken, onder andere Laura Bomet staat erbij, gaan we ook weer terug naar de plek waar het feest is. En dat is namelijk bij de PVV. Jeroen Holtrop. Ja, jongens, wij zijn hier in Scheveningen bij de verkiezingsavond van de PVV.
Gigantische overwinning natuurlijk, 35 zetels. En ik sta hier naast de nummer 32, geloof ik, hè? Ja, ja, super, 32 sta ik op de lijst. Ja. Hele mooie overwinning. En we worden aan de kant geduwd, zoals je merkt. Ja, zeker. Het is een gigantische chaos hier. Ik heb het idee dat Wilders hierheen komt. Ik denk dat je aan wilt. Ja, nou ja, nogmaals, dit is de nummer 32. Dan heb je net geluk. Ja, heel mooi. Gefeliciteerd daarmee. Zoals u ziet, is het hier een totale chaos. We proberen het interview voor te zetten. Nou ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Met de overwinning. Ja, dankjewel. En zo net op het nippertje een zetel dan voor jou. Ja, ja, heel, heel mooi. Eigenlijk in de lijn van verwachtingen hebben we mooi gepresteerd. Nederland wil anders. Nederland wil tot Nederlanders op de eerste plaats komen. En ja, Nederland heeft zich vandaag uitgesproken. En ja, een hele mooie overwinning voor de PVV. Ja. Hoe was de sfeer net daar in het café? Want ik zag daar allerlei, ja, we are the champions en zo, hè? Ja, 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 sfeer was geweldig. Ja, ja. Sfeer was geweldig, sfeer was top. Ja, in richting die exit poll heb je toch een beetje spanning. En dan, zodra die nummer 35 valt, dan denk je, Jezus, is dit echt? Dan moest je even zelf even knijpen. Ah ja, gewoon geweldig. Geniet ervan. We gaan hier even door, jongens. Want hier... Hallo, jongens. Hallo, jongens. Mevrouw Agema, meneer Bosma. Live voor de Telegraaf. Gefeliciteerd, jongens. Ja, dankjewel. We hadden het er net over. Vandaag, precies 17 jaar geleden, werden wij ook gekozen. Aha. En dan nu... We zijn er niet ouder op geworden, hè, Martin? Nee, zeker niet. Nu zijn we twee keer zo groot als 17 jaar. Meneer Bosma, u ging los net in het café, hè? Ja, maar het was toch ongelooflijk wat hier gebeurd is, weet je wel. We zijn natuurlijk hele nuchtere, saaie volksvertegenwoordigers. Mevrouw Agema en ik delen een Zaanse achtergrond. Ja, nou, u dus was net niet nuchter, hoor. Nee, zo. Ik moest nog beginnen met bier drinken, kun je nagaan. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk een waanzinnig feest. Het is echt een aardbeving. Ja, ik had net gezegd, met 20 zetels ben ik ook tevreden. Nou, iedereen lacht me uit op mijn voorspellingen natuurlijk. Dus tot zover mijn politieke ragfijne gevoel. Ja, nou wezen de peilingen natuurlijk al een behoorlijk resultaat uit natuurlijk. Hè? Wees nou eens eerlijk. Hadden jullie, of had u mevrouw Agema het idee, het zou wel eens richting die 30 en misschien wel over die 30 heen kunnen gaan? Nee, ik kon dat op een gegeven moment, voelde ik dat niet meer aan. Er gebeurde van alles in de dynamiek van de afgelopen dagen. Een hele grote VVD, een grote Timmermans, en wij groot. Dus ik vond het heel erg spannend. Maar de kiezer sluit de rijen. En die heeft het gedaan achter Geert Wilders. En dat gaat over immigratie, en dat gaat over wonen, en dat gaat over geld in de portemonnee. Het gaat over zorg. Het gaat over hele belangrijke zaken. En ik ben er heel blij mee dat zoveel mensen hun vertrouwen in ons hebben uitgesproken. En nou ja, goed, hij staat daar geloof ik, meneer Wilders. Kan de VVD, kan je Zielkes nu nog om Wilders heen als premier bijvoorbeeld? Natuurlijk niet. Het is allemaal nog niet zover. Maar niemand kan meer om Geert Wilders heen. Nee. En jullie eigen ambities? Ja, zeg het maar, meneer Bosma. Wordt dat dan het Kamervoorzitterschap bijvoorbeeld? Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben eigenlijk gewoon... Eigenlijk meer in de wieg gelegd om gewoon soldaat te zijn in de cultuuroorlog. Weet je? Dus ik wil gewoon kamerdebatten doen. Dat is eigenlijk het leukste wat er is. En als ondervoorzitter heb ik altijd erbij gedaan. En dat vond ik leuk, één dagdeel per week. Dus ik ga eens een paar nachtjes slapen over wat ik nou uiteindelijk wil. Sta ik hier naast toekomstig minister Agema? Het heeft vandaag in ieder geval een stap dichterbij gebracht. Wij hebben hele goede plannen voor de zorg. Het is natuurlijk mijn grote... Ik denk daar al 17 jaar over na. Over hoe we dat beter zouden kunnen organiseren. Dus het zou iets prachtigs zijn. Maar ik kan niet op de zaken vooruit lopen. Ik bedank in ieder geval vandaag iedereen die op ons heeft gestemd. Aan het bier nu denk ik, hè, meneer Bosma? Ja, ik heb al een bodempje gelegd. Maar ik vrees dat voor koning en vaderland dat ik er nog een aantal zal moeten nemen. Geniet ervan. Ja, dit is eens in je leven wat we vanavond nemen. Het is eens in je leven. En waarschijnlijk liggen we om 10 uur nog allemaal te trillen van wat hebben we allemaal meegemaakt. Geniet ervan, jongens. Ja, dankjewel. Wij gaan nu volgens mij naar collega Pim CD, jongens. Ja, daar zijn we weer. Op dit moment blijf vooral bij ons bij deze live-uitzending van de Telegraaf. Want het is een spannende historische verkiezingsavond met euforie bij de PVV. We zien hem hier nog op het scherm. Daar staan prominenten van PvdA GroenLinks achter mij. Artje Kuiken, Marlijn Moorman,
die op dit moment nog niet willen reageren. Want ze wachten op de toespraak van Jesse Klaver. En Kamerman Rick die bracht hem zojuist al even in beeld. Hij staat daarachter en zal elk moment het podium gaan betreden. Dus blijf vooral bij ons. Jesse Klaver natuurlijk een van de grote roergangers van deze linkse samenwerking. Euforisch was hij toen die samenwerking er doorkwam. Euforisch was Klaver toen die reactie, toen uiteindelijk de fusie een feit was. Een overweldigende meerderheid van de leden. Hij deed zelf een stap opzij om ruimte te maken voor Frans Timmermans om als premierskandidaat deze verkiezingen in te gaan. Maar ik denk dat Jesse Klaver in zijn hart toch teleurgesteld zal zijn. Want de droom, de hoop, was om van PvdA GroenLinks, de linkse wolk, de grootste te maken van het land. We wachten hier op Jesse Klaver. NSC nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt op 20 zetels uitgekomen. We hebben al de eerste reacties daar uit de zaal. Ik vind het een bemoedigende uitslag. NSC die telt mee nu. En de grote vraag wordt natuurlijk van wat doen we met Wilders? Wij hebben er 20 gewonnen en de PVV maar 18. Maar zij zijn wel de grootste. Maar wij zijn relatief de grootste. Had beter gekund, maar nee. Ik denk dat we zeker een heel mooie van 0 naar 20. Dat is een mooie uitslag. Is dit de uitslag waar u op had gehoopt? Nee. Ik vind hem een beetje uit balans. Ik had verwacht dat de PVV wat minder zou scoren. En de andere partijen wat meer. Ik vind wel dat de PVV relatief de zeg maar, kleuters zijn. Hoor. En dat is niet omdat zij hebben gewonnen. Want ik gun ze natuurlijk, ik gun ieder altijd zijn winst. Maar wij hebben zeker gewonnen. Wij zijn de grootste winnaar met 20 zetels. En jullie zijn weer terug bij de live uitzending van de Telegraaf op een heel goed moment. Blijf ook vanavond nog bij ons, hè, want alle reacties zijn hier live te volgen en te zien. We gaan nu naar Jesse Klaver, een van de roergangers van de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Die zal nu zijn reactie gaan geven. Vrienden, wat een avond. En allereerst, en ook iedereen achterin, wil ik iedereen bedanken die zo ongelooflijk hard campagne heeft gevoerd. En ik wil jullie allemaal stuk voor stuk bedanken voor de moed die jullie hebben gehad om deze samenwerking aan te gaan. Want het was moeilijk. En de moed die jullie hebben laten zien de afgelopen tijd, die zal de komende tijd nog meer nodig zijn dan ooit. Want ik ben geschrokken van deze uitslag. Kijk om je heen, kijk naast je. Het gevoel van mensen in deze samenleving die denken, wat gebeurt er en is hier nog wel plaats voor mij? En het enige wat ik eigenlijk vanavond wil zeggen, tegen al die mensen, we waren er voor jou. En we blijven er voor jou. Wij hebben de rechtsstaat altijd verdedigd. Altijd. En de komende tijd zal dat meer nodig zijn dan ooit. En misschien voelt het nu niet zo. Maar als je even denkt, wat moet ik? Wat betekent dit? Kijk naar de persoon naast je. Kijk naar wat jullie samen voor elkaar hebben gekregen in zo'n korte tijd met deze samenwerking. Ga terug naar de moed die je hebt gevonden om te samenwerken. En dan gaan wij ervoor zorgen, de komende tijd, dat die rechtsstaat in Nederland
door niemand wordt aangetast. Ik ga het nog één keer zeggen en deze avond ga ik het vast veel vaker tegen jullie zeggen. Ik ben echt ongelooflijk trots op jullie. En als je naar de uitslag kijkt en denkt, wat is er gebeurd in Nederland? Ik wil dat jullie één ding weten. Het ligt niet aan jullie. De moed die jullie hebben getoond, deze campagne, die inspireert mij iedere dag. En die inspiratie hebben we nodig om de zo belangrijke strijd de komende tijd voor te zetten. We gaan samen door. Dank jullie wel. Dat was Jesse Klaver met zijn toespraak. En applaus hier van Artje Kuiken. Zou ik nu wel even een korte reactie mogen vragen? Fijn dat dat kan. Ja, geschrokken zei hij, Jesse Klaver. Deelt u dat gevoel? Ja, uiteraard. Dat mede door behulp van de VVD genormaliseerd wordt. Dat meer dan 1 miljoen mensen in Nederland uitgesloten worden. Dat de rechtsstaat niet meer veilig is, dat baart me zorgen. Gelijktijdig ben ik ongelooflijk trots op alle mensen die zo hard voor ons campagne hebben gevoerd. Die zeggen, ja, het kan ook anders in Nederland. We zoeken wel die verbinding. Wij willen een andere koers. Dus vandaag begint de dag van morgen. En wij gaan weer strijden voor wat wij belangrijk vinden. Uiteindelijk zal er nu moeten worden geformeerd. Ziet u een mogelijkheid voor de PVV onder premier Wilders om een regering of een coalitie te vormen? Ja, dat is nu even niet aan mij om daar wat over te zeggen. Uiteraard is dat aan Frans Timmermans, onze partijleider. Wilders is nu de grootste geworden, dus het mandaat ligt dus echt ook even bij hem. Helder, ik was in Utrecht ook toen uiteindelijk een overweldigende meerderheid voor de fusie was, de samenwerking. Ik heb toch altijd wel gevoeld bij PvdA GroenLinks dat er een grote overtuiging was dat de combinatie de grootste van het land zou kunnen worden. Timmermans kwam ook terug uit Brussel als premierskandidaat. Waar is het misgegaan? Nou, ik vind dat we ontzettend geslaagd zijn. We zijn niet de grootste geworden, maar zeker wel de tweede. Dus het ziet dat het nodig is en het loont om je krachten te verenigen. Juist in een landschap waar de onverschilligheid groeit, waar de onzekerheid groot is, moet je samenwerken. Dus op onze samenwerking ben ik meer dan trots. Die is geslaagd. Maar onze opdracht voor het land is nog lang niet klaar, maar we gaan samen door. En ook natuurlijk de tweede partij van het land met 25, 60 zetels. Gefeliciteerd met dat resultaat in elk geval. Artje Kuiken van de PvdA en GroenLinks, moet ik zeggen. Dank je wel voor de reactie. En zo krijgen we hier de reacties ook binnen van de prominente politici die eerst nog wat voorzichtig waren bij hun eerste reactie. Maar hier is er dus toch teleurstelling. Ook al zei Artje Kuiken net, vergeet niet dat we wel de tweede partij van het land zijn geworden. Ik kijk nog even om me heen of ik Jesse Klaver zie. Ik denk dat hij weer een plek in de luwte heeft gezocht. Maar we kunnen natuurlijk ook weer wat laten zien van de man die een historische overwinning heeft behaald, Geert Wilders. Natuurlijk bij Rutte 1 was er een gedogen coalitie bedacht. Waarmee hij eventjes met de CDA en de VVD samenwerkte. Maar dat kabinet dat klapte uiteindelijk vrij snel. Rutte heeft toch in de kabinetten daarnaast vooral aan de zijlijn gestaan. Kroonde zich toch wel tot een van de oppositieleiders. Altijd scherp van de tong, bepalend in de debatten. Moties van wantrouwen indienend. Zeer ferm was hij daarin. Maar nu is het toch het politieke speelveld volledig op zijn kop gezet. Want Geert Wilders is op dit moment met afstand de grootste met zijn PVV. 35 zetels. En het wordt natuurlijk heel interessant hoe die gaat samenwerken met bijvoorbeeld de VVD en met NSC. Nou, we hadden net zo even reacties vanuit de zaal van Nieuw Sociaal Contract. En we hebben nu ook live de eerste reacties van de VVD. Van 17 naar 35 zetels voor de PVV. Een verdubbeling dus voor die partij. Ja, ik zie je vertwijfeld kijken naar het scherm, maar het staat er toch echt, hè? PVV de grootste? Ja, niet normaal toch? Een enorme aardverschuiving gewoon. Heel veel kiezers hebben gewoon gekozen voor verandering eigenlijk. En ja, het is zonde om te zien dat de VVD niet de grootste is geworden. Helaas. Wat is je eerste reactie op deze exit poll? Nou ja, ik ben wel teleurgesteld.
Want de peilingen waren toch wel een stuk hoger. Ja. U lacht er nog wel bij. Ja, maar ik lach altijd. Wat is je eerste reactie? Nou, dit is wel even slikken, moet ik zeggen. Ja, ja. Maar goed, het is dan de eerste exit poll. We hebben het wel eerder zien veranderen in de loop van de avond, dus we wachten even af. PVV de grootste? Dat is een eerste uitslag. We moeten gewoon afwachten wat het uiteindelijk wordt. Maar als PVV de grootste wordt, niemand wil met hem samenwerken. Dus dan krijgen we nieuwe verkiezingen. Daar gaat u vanuit dan? Absoluut. PVV de grootste, hoe kijk je daar naar? Een beetje tegenvallend, maar ik denk voornamelijk voor de coalitie straks wordt wel lastig. Want ik zie PVV niet een coalitie volgen. Wat verwacht je van de coalitieonderhandelingen als dit zo blijft? Oeh, ja, dat wordt heel lastig. We hebben natuurlijk gisteren gezien dat Jezielwis toch niet met de PVV onder leiding van de PVV in een kabinet wil. En ja, dan krijg je toch wel een rechtser kabinet. Waarschijnlijk met FVD dan sowieso eerst. Ja, 21. Ja, dan zit je toch pas bij de 45 zetels. En dan moet je nog 30 zetels vinden. Waar ga je dat doen? Dus dat wordt heel interessant. En ik denk dat het toch wel een hele lange formatie. Dat ook wel heel moeilijk is natuurlijk. Omdat we wel door moeten met alle grote onderwerpen. Ja, dat wordt heel lastig. Er zal altijd moeten worden onderhandeld. En wat eruit komt, ja, dat weten we nog niet. Maar ja, je bent er wel vrij nuchter onder volgens mij. Daalt het er al een beetje in? Het moet nog even indalen, ja. En welkom terug bij deze live-uitzending van De Telegraaf, waarbij we dus live zijn bij de PVV, live zijn bij PvdA GroenLinks. Complete euforie bij de PVV. Mensen die geschrokken zijn hier bij PvdA GroenLinks, de tweede partij van het land geworden, zoals ze nu naar uitziet met 25 zetels. Maar ze waren op een missie om de grootste te worden, dat is niet gelukt. En er is hier veel zorgen over de verkiezingsoverwinning van de PVV. Laten we heel even kijken, Lisa Westerveld, zou ik even heel kort een vraag mogen stellen voor De Telegraaf? Ja? Ja, ik denk het wel. Ja. Oké. Okay. Hoe gaat het nu uiteindelijk? Jesse Klaver die had net zijn toespraak. Overheerst toch de zorg ook bij u? Jij wel. En niet zozeer voor mij persoonlijk, maar wel voor al die mensen die nou het gevoel hebben dat ze niet in Nederland mogen zijn. En dat dit niet meer een thuis is. Daar maak ik me echt hele grote zorgen over. Ja, want u bent de Kamerlid van GroenLinks en nu van PvdA GroenLinks. Ook actief op thema's die ook juist mensen ook aan de onderkant aangaan. Daar heel hard voor aan het knokken. Landt dat dan toch niet genoeg? Of komt dat niet genoeg over? Wat denkt u dat het is? Ik hoor net overigens, ik kom zo bij u terug, mevrouw Westerveld. Want mijn collega Jeroen Holtrop staat met Geert Wilders te praten. Dus we komen zo bij u terug. Meneer Wilders. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, meneer Wilders. Ja, kan de VVD nu nog om u heen? Nou ja, eerst bedankt voor de felicitatie. Het is een geweldige avond die ja, nog mijn stoutste dromen overtreft qua aantal zetels. Maar ja, de kiezer heeft nu wel gesproken. Dus ik hoop maar dat andere partijen nu ook bereid zijn na de campagne om over een schaduw heen te springen. Dat signaal van die kiezer die 35 zetels voor de PVV serieus neemt. Want niemand zou snappen in Nederland als zo'n grote overwinnaar. Overwinning van de PVV vandaag als die niet zou leiden tot deelname aan een kabinet. Nee. En als we dan nog één stapje verder ook denken hè, en ook uw politieke gevoel. Sta ik hier naast de volgende premier? Nou, dat zullen we moeten zien. Dat sluit ik zeker niet uit als grootste partij. Maar je moet natuurlijk wel eerst overeenstemming vinden en een meerderheid zoeken met andere partijen. Maar mijn oproep is nu vooral aan andere partijen. We hebben in de campagne vooral naar de verschillen gekeken. En wel met die of niet met die en welke voorwaarden. De kiezer heeft nu gesproken. Die heeft een heel helder signaal gegeven. Dus laten we nu vooral gaan zoeken aan wat ons bindt. Aan de overeenkomsten. En kijken hoe die agenda van strengere asiel en immigratie. En meer koopkracht voor de mensen. En een betere zorg en meer veiligheid. Hoe we die kunnen uitvoeren. En dat is wat de kiezer nu van ons vraagt. Niet dat we gaan ruzie maken, maar dat we gaan samenwerken. En ik u sprak net ook al best wel verbindende woorden hè, in de toespraak. Nou, maar u had het ook wel alweer over asiel en zo. Hoe hard gaat u zijn op migratie? Is er iets over te zeggen? Ja, ik ga hier niet voor de camera natuurlijk onderhandelen. Maar Nederland heeft nu vandaag, denk ik, een heel helder signaal gegeven. Dat zij het beleid van iedereen die maar binnen kan komen. En Nederland die toch volgepropt wordt met asielzoekerscentra. Die ook nog voorrang krijgen op de huizen van Nederlanders. Dat ze dat niet meer willen. En dat dat anders moet. En dat is natuurlijk iets waar ik voor ga knokken. Iedere dag opnieuw.
om het nog even, ja, toch even weg te houden dan nu bij het politieke. Gewoon de dag vandaag. Wat voor dag was dit? Neem ons eens mee. Hoe heeft u het beleefd? Ja, hoe heb je het beleefd? Gisteren hadden we natuurlijk nog een NOS-debat. Dan gaat de adrenaline nog wat door je lichaam. En dan vanmorgen moest ik al vroeg op, want we gingen stemmen. En hoeveel uurtjes heeft u dan geslapen vannacht? Nou, 2-3 denk ik ongeveer. Okay. En dan naar het gemeentehuis in Den Haag om te gaan stemmen. En daarna een beetje rondhangen thuis en wachten tot... Maar hoe ziet dat eruit? Meneer Wilders die aan het rondhangen is wachtend op de uitslag. Wat doet u dan? Dat is het geheim van de kok, hè. Dat krijgt u niet te weten. Oké. Nee. Geniet ervan. Dankjewel. Meneer Wilders. Dit was de heer Wilders, hier vanuit Scheveningen, de uitslagenavond van de PVV. Ik heb het idee dat we nog steeds live zijn. Wij zijn in Scheveningen. Bij de uitslagenavond van de PVV en leggen nog wat beelden vast. U kijkt naar de uitslagenavond van de PVV hier vanuit Scheveningen. Wilders hebben we net gesproken. Wilders heeft ook al een toespraak gehouden. En ik heb het idee dat wij nu naar een instartje gaan, naar een filmpje gaan van Wouter de Winter. Met een reactie en analyse op vanavond. Wouter, het is duidelijk, hè? 35 zetels. Ik denk dat heel veel mensen wel een overwinning hadden verwacht, maar zo hoog. Ja, inderdaad. En het zijn inderdaad exit poll, dus het kan nog een beetje omhoog en omlaag gaan. Maar de verschillen met de nummer 2, hè, de PvdA met 26 zetels en 35 voor de PVV, ja, dat is echt bijna niet meer te overbruggen, zou je zeggen. En dat betekent een enorme winst voor Wilders. We zagen net ook beelden van hem dat hij het zelf ook niet kan geloven. 35, dat is echt ongelooflijk. En ik denk het resultaat van eigenlijk een combinatie van factoren. Aan de ene kant heeft hij gewoon een goede campagne gevoerd. Hij heeft een mildere toon aangeslagen die veel kiezers kennelijk konden waarderen. Hij heeft de debatten uitstekend gedaan. Op welk kanaal hij ook te zien was, was hij toch vaak de spelbepaler. En dat heeft hem heel erg geholpen. En ik denk ook, zeker in de laatste weken, de twijfel bij Pieter Omtzigt, die toch een beetje de nieuw kid on the block was. Die de gevestigde orde opzij zou schuiven. Die twijfel over het premierschap heeft mensen ook een beetje afkerig gemaakt van de NSC. En daarna zie je dat het in de peilingen voor die partij naar beneden is gegaan. En gelijk zag je het bij de PVV omhoog gaan. Dus voor Wilders een geweldige avond. Ja. En dat was een deel van de analyse van onze politiek commentator Wouter de Winter van de Telegraaf. Zijn hele analyse, net als heel veel andere berichten, staan op de site van de Telegraaf. Dus ga daar vooral naar kijken. En om nog eventjes de avond samen te vatten. Het is historisch wat er is gebeurd in Nederland op deze verkiezingsavond. De PVV heeft natuurlijk wel vaker verkiezingsoverwinningen geboekt, maar bleef toch vaak zo laag in de 20 zetels dan hangen. Staan nu op 35 zetels. Hebben dus heel veel zwevende kiezers naar zich toe weten te trekken. Hier bij GroenLinks PvdA zei Jesse Klaver net dat hij geschrokken is van de score van PVV. Ze zijn hier wel de tweede partij van het land geworden. Dus ze hebben die partij die verkiezingsoverwinning op verkiezingsoverwinning stapelde, de VVD, toch achter zich gelaten, die nu op 24 zetels staat. Ik keek net hier naar Pieter Omtzigt. Nieuw sociaal contract is op 20 zetels uitgekomen. En dan is er een groot gat naar D66 die op 10 staan volgens deze exit polls. Wij kunnen misschien nog heel even kijken. Ja, ik zou lekker een biertje nemen, Maarten. Wil je ook bier? Nou, nee, ja, ik moet nog werken helaas. Maar ik zie wel een kleine glimlach. Ja. Wel de tweede partij van het land. Voorlopig. Ik hoop dat we dat blijven. Ja. Ik sprak net met Artje Kuiken natuurlijk, lijsttrekker van de PvdA geweest, nu PvdA GroenLinks. Ja, dat is toch ook wel iets om te benadrukken, denk ik, voor PvdA GroenLinks. Of overheerst ook de teleurstelling dat het niet gelukt is om de grootste te worden? Nou, ik ben chagrijnig op het moment. Maar ik probeerde maar het best van te maken met een drankje en leuke mensen. Maar ik had andere dingen gehoopt. Ja. En dat PV uiteindelijk de grootste is. Ja, je merkt hier wel dat zorgen baart voor de achterban van PvdA GroenLinks. Waarom? Nou, ik denk dat sommige standpunten van de PVV tegen gewoon het mensenrechten ingaan, in mijn ogen. En dat is natuurlijk niet het standpunt van GroenLinks erin, maar dat vind ik persoonlijk wel. En daar baal ik van. Helder, dank dat je dit zo even wilde uitleggen. En dan vervolgen wij onze live-uitzending van de Telegraaf. Loop even met me mee.
Ik zeg nog even dankjewel, want we moesten net even door. Maar hoe is de weg, hoe wordt de weg naar boven ingezet nu voor PvdA GroenLinks? Jullie zijn natuurlijk de tweede partij geworden met 25 zetels. Durf je al een beetje te kijken hoe het er gaat uitzien als straks het weer losgaat in de Tweede Kamer? Want het politieke landschap is wel behoorlijk op de kop gezet. Ja, maar ik durf echt niet vooruit te kijken. Ik heb geen flauw benul hoe dit nou verder gaat. Dat zou ook wel straks moeten we natuurlijk ook nog de definitieve uitslag zien. Wat ik wel weet is dat we heel veel nieuwe collega's erbij krijgen. En daar maak ik me af en toe wel zorgen over als het gaat over de inhoudelijke debatten. Maar dat zullen we ook wel zien. Maar hoe het gaat met de coalitievorming, daar durf ik echt geen enkele voorspelling over te doen. Het wordt wel onrustig, denk ik, in Den Haag zo. Nou ja, je merkt dat kiezers ontevreden zijn over het beleid van de afgelopen jaren. En dat snap ik heel goed. Maar wat ik dan jammer vind, is dat ja, mensen die bijvoorbeeld hier als vluchteling zijn gekomen, daar de schuld van krijgen van een aantal mensen. En dat ze dan niet denken, het kan ook heel anders. En dat deel van de mensen natuurlijk wel, hè? Want laten we niet vergeten dat we wel de tweede partij zijn geworden. Zo is het. Lisa Wesselveld, dank voor uw toelichting in elk geval. En wij lopen hier nog even verder in de zaal op deze historische verkiezingsavond. Nou, de biertjes gaan er nu voorzichtig in hier. Ja, blijf vooral bij ons, want zometeen zal Frans Timmermans ook nog het woord gaan voeren. Hoe gaat het met u, mevrouw? Ja, dat is wel een pittige vraag die je stelt. Ja. Even zuchten. Ja, zuchten. Ik zei net tegen een collega dat ik dit nog moet meemaken. Dat had ik nooit gedacht. Maar wat bedoelt u precies daarmee, dat de PVV zo groot is? Ja, dat had ik nooit gedacht. Nee. En wat doet dat? Pijn. Gewoon heel erg pijn. Ja, ik ben echt een sociaal-democraat in hart en nieren. Ik kom echt uit een arbeidersgezin. En hoe heet het? Heel veel mensen zijn vergeten waar we vandaan komen. Ik bedoel, mijn moeder was ook een vluchteling en die is ook hier ontvangen. PvdA heeft ook vaak een hele grote achterban gehad bij de middenklasse van het land. Ja. Het lijkt ook een beetje wellicht dat heel veel van die mensen ook ontevreden zijn en dus naar partijen als de PVV gaan op dit moment. Is de PvdA een beetje die aansluiting verloren en helpt de samenwerking met GroenLinks om dat dan weer terug te krijgen? Nou, die samenwerking, die juich ik van harte toe. En ik denk dat dat zeker kan helpen. En we zijn tot nu toe de tweede partij. Ik hoop dat we dat ook blijven. Heel stilletjes hoop ik. Je weet wat Joop den Uyl gebeurde toen hij de grootste werd in de jaren 70. Toen werd hij geen premier. Misschien hebben we nu, dat is misschien wensdenken, maar misschien... U hoopt dat Wilders geen premier wordt? Dat hoop ik van harte. Dat gun ik Nederland. Dank u wel in elk geval voor uw reactie. Sterkte ook vanavond in elk geval. Ik loop even naar een iets rustiger plek, hoewel het natuurlijk nu heel druk is. We gaan nog even nu naar het podium kijken. Even kijken, dat is Ineke van Gent die in beeld werd gebracht. Een partijencorrivee van GroenLinks. Ik loop op dit moment heel even naar een iets rustiger plek. Ik krijg natuurlijk in deze live-uitzending... heel veel berichten binnen ook van eindredacteur Dimitri. Hij moet het heel even herhalen, want de verbinding was even niet zo goed. Kunnen wij er misschien nog wel heel even een vraag stellen? Oh, we gaan op dit moment schakelen we weer naar Jeroen Holtrop bij de PVV. Ja, jongens, het is een chaotische bedoeling hier. Ja, jongens, het is hier een chaotische bedoeling hier. We zijn hier in Scheveningen. Hier achter mij ziet u Geert Wilders geïnterviewd. Wordt het zoveelste interview na deze verkiezingsoverwinning. Wij hebben hem net ook al gesproken natuurlijk. Waar hij duidelijk aangaf dat hij nu wel premier zou willen worden. Dit is het laatste. Ja, de achterkant, denk ik, wat we van Wilders gaan zien vandaag. We zijn overigens ook bij PvdA GroenLinks. Daar is collega Pim CD, daar gaan we zo meteen naar kijken. Dit zijn een beetje de laatste beelden van de uitslagenavond van de PVV. Daar is een cafeetje waar nu de medewerkers van de PVV feest aan het vieren zijn. Daar kunnen we helaas niet bij zijn. Dat mag niet. Ik heb het idee dat Geert Wilders met zijn hele entourage verder gaat. En ik sta hier, ja, Marijn. Hallo, ja, je zit er nu live in, ja, collega Marijn. Ik vroeg net aan Wilders, heeft iemand ooit zo snel de overwinning geclaimd? En waarschijnlijk niet. Nee. Maar hij denkt, het kan me niet meer ontgaan. 10 zetels, verschillende exit poll, hij heeft er wel geloof in. Ja. Wat vond je van de avond hier? Ja, het was dus heel veel ongeloof. Mensen dachten, we gaan misschien wel winnen. Alleen zo'n overwinning, het werd ook al heel snel weer stil naar de oorspronkelijke vreugde. Ja.
En je ziet ook heel erg, er zijn natuurlijk 9 Kamerleden die Geert Wilders al 17 jaar of zo volgen. Want het is niet alleen de overwinning van Wilders, maar ook van Fleur Agema, Martin Bosma en zo. En dat zie je ook, hè, dat die mensen die hem al zo lang volgen, die ook al zo lang in de Kamer zitten. Hoeveel partijen hebben dat nou? Want ook zij, hè, voor hun is dit ook een historische avond. En er wordt al hardop gedroomd over ministerposten. Mevrouw Agema die wil wel volksgezondheid. En wie is nou het grootste feestvarken daar in het café? Ja, ik heb wel een idee. Maar... Ja, Martin Bosma was overduidelijk. Die probeerde nog een polonaise in te zetten en alles. Dat kreeg hij niet helemaal mee. Maar die is overduidelijk blij. Hij roept, de gordijnbonus is weer terug. Hè, dus dat mensen toch, hè, dat ze niet helemaal durven te zeggen wie ze gaan stemmen. Maar dan het gordijntje is al lang weg. Maar dat ze dan toch in het hokje denken. Ja. Dat het toch een beetje onderpeilen was. En dit is dan, blijkt dan een gigantische overwinning, lijkt het eigenlijk op, hè? Ja, nee, dit is, we staan op een historisch moment. En daar gaat de heer Wilders, Marijn. Ja, nee, we liggen allemaal om 10 uur in bed, denk ik, als dit zo doorgaat. Hè? Oh, dat is het al geweest, om 11 uur. Hij gaat nog even op de foto en gaat dan met zijn entourage en de beveiliging weg. Ik denk dat wij nu verder gaan naar Pim CD, die staat bij PvdA GroenLinks. Marijn, dankjewel. Ja, en wat een historische verkiezingsavond is dit geworden. Terwijl we hier nog even kijken naar Schiermonnikoog. Nou ja, er valt zowaar nog wat te juichen. Want op Schiermonnikoog is PVV niet groot. En volgens mij PvdA GroenLinks wel heel groot geworden. Wat een historische verkiezingsavond. Ja, jongens, ik weet niet of het goed te zien is, maar hier ging Geert Wilders net naar buiten in Scheveningen. En daar kwam een behoorlijk gejuich kwam er op bij de menigte. Wij proberen wat dichterbij te komen. Ik weet niet of dat lukt. Ik hoor nu net dat hij al weg is. Nou ja, goed. Veel gejuich bij de menigte hier, maar dit was hem dan echt. We gaan toch terug naar Pim CD. Ja, en welkom terug bij deze live-uitzending van de Telegraaf, die al vanaf 8:30 s'avonds loopt. Er wordt hier gejuicht, niet omdat ze in één keer hartstikke veel zetels erbij hebben bij PvdA GroenLinks. Maar als je even naar het scherm kijkt, dan zie je dat de uitslagen binnenkomen. Nou ja, hier vanuit verschillende plekken in het land, nu Vlieland bijvoorbeeld. En ja, hier zie je dat de verhoudingen anders liggen dan het landelijke beeld. Het is een historische verkiezingsavond geworden die jullie live hebben kunnen volgen op de site van de Telegraaf. Blijf vooral bij ons de hele avond, hè, want er komt nog veel meer. Er gaan nog politieke prominente kopstukken reageren. Er wordt er nu boe geroepen voor Dylan Jezulkes. Heeft hij ook de neiging om boe te roepen eigenlijk? Ja, dat deed ik ook. Ja, waarom? Ik vind het vreselijk, VVD en haar helemaal. En waarom dan? Leugenachtig. Vertrouwde voor geen cent. Neemt u, er is ook wel gezegd dat zij de PVV ook mede groot heeft gemaakt door de PVV niet uit te sluiten. Denkt u dat dat ook zo is? Ja, dat denk ik wel, ja. Hoe lang loopt u al mee bij PvdA, GroenLinks? De GroenLinks al heel lang. Ja? Ja, heel lang. En deze verkiezingsavond in die historische avonden met Wouter Bos, noem het maar allemaal, grote pieken, diepe dalen. Hoe duidt u deze avond? Ja, dat vind ik weer ontzettend teleurstellend. Lekker een biertje nemen zo. Ja, klopt. Zo is het, oké. Nou, al dus deze mevrouw. Zo staan we hier in Amsterdam bij de bijeenkomst van PvdA GroenLinks. We waren ook bij de PVV, we waren eigenlijk in heel het land. Politiek commentator Wouter de Winter had zijn analyses. Het is een historische verkiezingsavond geworden. Dat werd al een beetje voorspeld, maar het leek toch echt een nek-aan-nek race te zijn. En uiteindelijk de PVV, veruit de grootste, met zoals ze nu naar uitziet, 35 zetels. PvdA GroenLinks op 25 zetels als tweede partij. Vermoedelijk daarachter op de voet gevolgd door de VVD. Het kan nog stuivertje wisselen. Het staat nog niet in beton gegoten. Maar het zal ongetwijfeld heel spannend worden de komende dagen in Den Haag. Daar doen we uiteraard ook weer verslag van. Blijf bij ons vooral op de site van de Telegraaf. Veel meer verkiezingsnieuws. Bedankt voor het kijken deze anderhalf uur ruim. En hopelijk tot snel.